Oh ja. Welkom bij de Daily Business Boost live show. Welkom bij de Daily Business Boost. Mijn naam is Aramiek en ik neem je in deze show mee in mijn ondernemerswereld. En ik help jou door het delen van de beste tips en tricks om je business dagelijks te laten groeien. Vandaag is jouw tijd, dus let's get louder. Ja, een hele goede morgen, dames en heren. Van harte welkom bij de volgende, bij de 826e aflevering. En wat voor aflevering gaat het worden? Ik heb net al een prachtig mooi voorgesprek gehad met Roel. Nou, jongens en meisjes, ik zou zeggen, grab your seats, fasten your seatbelts. Ga rustig voor zitten, pak pen en papier. Want er komt toch een energie uit, er komt toch een kennis en ervaring fontein eruit. Er gaat toch zometeen een ontploffing plaatsvinden. Weet je, ga niet zeggen dat ik je niet gewaarschuwd heb, jongens en meisjes. Weet dat, want ja, vandaag is Roel bij ons te gasten en we gaan hem alles, alle vragen van het hemd van het lijf vragen, volgens mij. Is dat zoiets wat we gaan doen? En hij heeft gezegd, ik ga overal antwoord geven. No problem, want ik ben een open boek. Dit is onze eerste ontmoeting. Samen dat, normaal gesproken zit ik met experts die ik ken, met mensen die aan het netwerk komen. Toevallig heb ik Roel nooit de eer gehad om hem te ontmoeten. En toevallig kwamen we net achter dat we behoorlijk wat gezamenlijke relaties hebben. Samen dus dit belooft een fantastische uitzending worden. Dus pak pen en papier, kopje thee, water, whatever je stijl is. Want we gaan het zo meteen hebben over Roel, over zijn masterclass, over zijn positionering. Wat hij zichzelf neer heeft gezet als een marketingrebel. Hoe die aan het keihard aan het groeien is dit jaar, wat zijn plannen zijn. En bovenal gaan we leren hoe je vandaag nog je business een boost kan geven. Want daar gaat het over. Hè? Idelma heeft deze prachtig mooie, fantastische boost georganiseerd. Als je nog niet hebt ingeschreven, als je nog niet overtuigd bent. Gisteren heb je gekeken naar Phil en interview met Phil en Mike. Als je nog niet overtuigd bent, ik zou zeggen, ga naar idelmadelmar.nl/2024-boost. Zorg ervoor dat je erbij bent. Echt, guys, de masterclasses zijn tot en met aanstaande vrijdag om 12 uur 's avonds. En ik zeg het je, je wil erbij zijn. Niet alleen de masterclass, maar het cadeautje wat ze ook daarna aan jou gaan geven. Dus je hebt niet alleen maar 10 masterclasses, je hebt ook 10 prachtig mooie cadeaus. Roel gaat het ook daarover hebben. Gaan we zo meteen over hebben. Maar als eerste wil ik jou, mijn lieve podcastluisteraar, bedanken. Want inmiddels zitten we, volgens de cijfers wat ik net heb gecheckt, op 146.186 downloads. Dus dankjewel, jongens en meisjes. Thanks a lot. Echt. Dank. Ik zeg altijd, iedere download is een stukje hart wat we samen aan het delen zijn. Een stukje aanraking wat erbij komt. En vandaag wil je hier alles van gaan horen. Want we hebben hier met een ontzettend ervaren, fantastische ondernemer te maken. Dus Roel, voordat ik verder duw, wil je alsjeblieft jezelf aan onze kijkers en luisteraars voorstellen. Alsjeblieft, kom maar binnen hoor. Ja, ja, nou, mijn naam is Roel van Heel. En inderdaad, dank je wel voor een mooie introductie. Natuurlijk. Ik noem mezelf inderdaad een marketingrebel binnen Skills Online. Ja, en waarom rebel? Omdat ik eigenlijk vind, iedereen mag een beetje tegendraad zijn. We zijn allemaal zo lief en een beetje doorsnee op social media. Maar je mag juist een beetje opvallen. Een beetje gek doen, een beetje opvallen. Je mening durven uiten, echt ergens voor durven staan. En soms betekent dat je het gevoel hebt dat je kop eraf wordt gebeten. Want je zegt iets wat andere mensen niet zeggen. En waarom moet jij nou zo nodig dat zeggen? Maar ik ben eigenlijk van mening dat je mensen echt mag raken. Echt emotioneel diep mag raken. En dat doe je niet door heel erg lief of gewoontjes te zijn. Dus durf een beetje tegen de stroom in te gaan. En als je collega's juist zeggen van ja, maar je doet dingen die horen eigenlijk niet. Dan heb ik zoiets van goh, je bent echt heel goed bezig. En iedereen zou ietsje meer inderdaad een rebel mogen zijn. Dus ik help mijn klanten om een emotionele connectie te leggen met hun volgers op social media. En heel veel dingen eromheen. En dat komt terug in de posts die je schrijft. Het komt terug in de gesprekken die je voert. In de sales teksten die je schrijft. Dus eigenlijk, je mag veel meer durven opvallen. Dat is eigenlijk mijn missie. Oh, wat heerlijk. En wat zie je tegenwoordig? Wat zie je in de trend in ondernemersland? Zeker als een marketingrebel. Ik weet zeker dat je behoorlijk wat trends en bewegingen ziet. Wat is zoal aan na december 2023 wat je ziet? Welke beweging zie je dat wij als ondernemer over het algemeen maken? Ja, kijk, ik heb daar best wel een sterke mening over. Maar wat ik zie. Kom maar op. Ik wil je mening horen. Ik ben van de sterke meningen, dus dan ga ik ook inderdaad gewoon zeggen.
Maar wat ik zie is dat heel veel mensen op social media aan infotainment doen. En dat ze eigenlijk niet zo heel goed over moeten schrijven, wat ze moeten zeggen. Dus gaan ze eigenlijk maar tips en adviezen delen. Of ze gaan eigenlijk vanuit hun eigen beleving gaan ze gewoon verhalen vertellen. Maar ja, heel eerlijk, mensen die dat interessant vinden, dat zijn mensen die je of al kennen, of die je al een keer gesproken hebben via mond-tot-mond reclame of zo. Maar ja, het merendeel van alle mensen op social media, die heeft zoiets van, ja, het kan mij het schelen dat jij in Frankrijk om terrasje met een glaasje wijn, ja, boeien, wat heb ik? Weet je dat, hè? Ja. Dus aan adviezen delen, dat heeft eigenlijk niet zo heel veel zin, omdat de meeste mensen op social media helemaal niet eens doorhebben dat ze überhaupt een probleem hebben. En dat ze jou ook helemaal niet nodig hebben, want ze kunnen het heus wel zelf. Precies. Ze hebben een buurjongen, die maakt ook wel een website. Een buurjongen van 15 kan ook een website bouwen, weet je wel. Of ik heb een boek gelezen van Expert X, dat ga ik nog wel een keer lezen of zo. Precies. Dus tips en adviezen hebben niet zoveel zin. Maar als je echt verhalen kan vertellen die leuk zijn om te lezen, en die een cruciaal inzicht bevatten, wat mensen anders laat denken, geloven, vooral voelen en ervaren, dan krijg je het fenomeen dat mensen hun telefoon wegleggen, dat ze hun laptop dichtklappen en dat ze 5 minuten later nog steeds aan je denken. Terwijl infotainment zorgt ervoor dat mensen na 5 minuten je alweer vergeten zijn. Precies. En in mijn doel is juist dat je met je social media zo gaat opvallen dat mensen de hele dag of de hele week nog denken van, hey, vergeet, dat was toch wel een heel cool verhaal eigenlijk. En zelfs dat ze het bewust of onbewust gaan toepassen in die week. Kijk. En dat ze dan later in die week achterkomen van, jeug, ik heb dit gedaan. Wow. En dat is echte marketing. Wat geweldig. Elisabeth zegt, goedemorgen. Goedemorgen, lieve Elisabeth. Wow. Fijn dat je er bent. Mochten jullie vragen hebben, dames en heren. Ik heb het al gisteren gezegd. Mocht je vragen hebben, kom maar door. Want we zijn hier samengekomen om een prachtig mooi interview te doen. Dus mocht je vragen hebben aan Roel, laat ons alsjeblieft weten. Want dan ga ik het aan hem natuurlijk stellen. En Roel, als je dit zegt, hè, er zijn misschien op de deur open. Vraag maar, hoe zorg je ervoor dat ze dit verhaal gaan vertellen? Hoe zorgen we ervoor dat ze dan bij jou blijven hangen? Op welke manier kunnen we dat overpakken? Ja, maar kijk, eigenlijk is het helemaal niet zo moeilijk. Weet je, wat ik doe, ik ben eigenlijk gespecialiseerd in het ophalen van denkfouten. Zo noem ik het eigenlijk altijd. Dus als ik een klant tegenover me heb zitten, en die klant die zegt tegen mij van, goh, weet je, Roel, social media, ja, dat lukt mij niet. Weet je wat, ik ga een online training bouwen. Nou, die opmerking krijg ik nog steeds, regelmatig. En dan zeg ik ook tegen ze van, ja, hoe wil je nou een online training bouwen als je niet eens weet wat jouw doelgroep nodig heeft? En hoe wil je die online training überhaupt verkopen als er niemand is die weet dat jij die online training hebt? Dat is een denkfout. Yes. Of dat mensen, wat ze ook wel eens vaak zeggen, is van, goh, ik ga eerst mijn website bouwen. Oh, ja. En dan zeg ik tegen ze van, ja, dat kun je doen, maar dan ben je minstens 6 maanden mee bezig. Dan ben je dus niet zichtbaar. Daarna ga je social media doen. Duurt 3 maanden voordat het een beetje gaat lopen. Zit je dus 9 maanden zonder klanten. Dus dat zijn de denkfouten. Ik ben eigenlijk wel een expert om dat op te halen. Oh, en daar bouw ik dan een verhaal omheen. En dan ga ik niet een verhaal vertellen van, goh, je moet per se bij mijn webinar zijn of mijn product kopen. Want ja, dat is infotainment. Maar dan ga ik meer zeggen van, goh, er zat een vrouw tegenover mij. Die zei dit. Ja, eigenlijk gaan mijn haren daarvan recht overeind staan. Want wat ze niet ziet is, kijk, en het is gewoon een verhaal wat leuk is om te lezen. Terwijl veel verhalen die ik zie, je begint met lezen en meteen in de eerste zin heb je iets van, ik moet iets kopen of zo. Ik moet per se iets doen en dan ga ik niet meer lezen. Ja. Maar gewoon een leuk verhaal, een anekdote, wel met een cruciaal inzicht, dat werkt heel goed. Dus niet een persoonlijk levensverhaal, want dat is natuurlijk heel erg saai, maar wel iets waar een cruciaal element in zit, dat mensen anders laat denken. Mooi, mooi, mooi. Er kwam een kijkersvraag inmiddels hier binnen. Die zegt van, nou, heb je dit altijd al gedaan? Ik bedoel, is dit wat je al die tijd hebt gedaan? Of wat voor achtergrond heb je, Roel? Ah, ja, nou, ik heb best een lange reis gemaakt, moet ik zeggen. Ik heb in eerste instantie bijna 20 jaar in IT gezeten. Dus daar ligt echt mijn hart. Allerlei technieken geproefd. Allerlei bedrijven binnen gezien. Maar goed, ik pas niet in een hokje. En daarom noem ik ook marketing rebel. Maar ik pas niet in een hokje. En het werd voor mij heel saai om elke dag hetzelfde kunstje te doen. Dat ik daar een bore-out van kreeg. Dus geen burn-out, maar een bore-out. Dat was echt verschrikkelijk saai. En toen kreeg ik de keuze van werkgever. Ja, je gaat of elke dag hetzelfde doen. Wat ik zeg wat je moet doen. Of je gaat voor jezelf. Nou,
toen ben ik dus gewoon voor mezelf gegaan. Oh, goed. Het was een elastiek effect. Ik had 100.000 ideeën. Ik heb festivals georganiseerd. Ik heb ondernemersborrels georganiseerd, et cetera. Dus in het begin had ik niet zo heel veel focus. Geweldig. Een vitaliteitsbedrijf heb ik nog gehad. Vitaliteitsbedrijf nog? Oh, met een bepaald, dat was daarvoor nog. Met een bepaald product of een MLM of wat? Wat heb je dan gedaan? Ja, nou kijk, ik ben zelf zowel hooggevoelig als hoogbegaafd. En mijn kinderen zijn dat ook. Dus we hebben een hele andere manier van leven binnen ons gezin. Mooi. En dat raak ik eigenlijk graag uit naar buiten. Dus daarom is het ook idee ontstaan. Dan gaan er andere mensen mee helpen. Mooi. Maar uiteindelijk gingen al die mensen aan mij vragen van... Hey, je hebt je website binnen een week aangepast. Hoe doe je dat? Want ik doe dat 3 maanden over. Zo is dat een beetje gaan lopen. En toen ben ik die mensen gaan helpen. En dat ging zo goed. En ik vond dat zo leuk. Dat ik het eigenlijk de switch heb gemaakt naar Skills Online. En dat is inmiddels alweer zo'n 5, 6 jaar geleden, denk ik. Wauw. Dat nam zo'n stroomversnelling aan. Want wat ik binnen het vitaliteitsbedrijf deed. Dat met gevoel en emotie en et cetera. Dat doe ik eigenlijk nu nog steeds. Maar dan met een marketingachtergrond. En dat is mooi. Een unieke visie. Dat was mooi. Niet heel veel terug bij anderen. Klopt. En mensen komen ook speciaal naar mij toe, omdat ik het op deze manier doe. Omdat mensen zeggen van, goh, maar je vertelt iets wat al die andere mensen niet vertellen. En dat vind ik heel erg cool. Dus daar ben ik gewoon op gaan inzoomen. En met veel succes. Oh, geweldig. Fantastisch. En als je kijkt, want we kennen elkaar nog niet. Dit is onze eerste ontmoeting samen. Hoe kwam jij in aanraking met Idelma? Want Idelma, alle credits aan Idelma dat we deze ontmoeting, dit interview hebben. Hoe is die connectie daar ontstaan? Ja, eigenlijk is dat heel grappig gegaan, want Idelma nam contact op met mij. En dat heeft ze een tijdje geleden al gedaan, want ik had het echt best wel druk. En toen heb ik het even laten overwaaien. Maar Idelma zei ook, en dat herken ik zelf ook wel, ik wil graag nog een extra man erbij. Want er zijn zoveel vrouwen inderdaad. En ik moet zeggen, kijk, ik heb ook een coaching traject gevolgd bij Veronique Prins. En er waren 3 mannen in de zaal die ook het traject... Waarvan haar man er waarschijnlijk ook een. Oh nee, behalve haar man. Er waren eigenlijk 3 mannelijke ondernemers, de rest waren allemaal vrouwen. Dus ik snap ook dat Idelma iets had van, goh, ik wilde heel graag nog een man bij. Zo is het een beetje ontstaan. En ik vond het eigenlijk wel leuk. Dus ik denk van ja, leuk, laten we dat doen. Wat leuk. En hoe bevalt het tot nu toe in onze clubje? Met alleen maar vrouwen en jij en ik als man heen gaan in de kippen. Ja, ik ben het eigenlijk gewend. Want ik kom eigenlijk met name eigenlijk voor 80% alleen maar vrouwelijke ondernemers tegen. Ik weet ook niet zo goed waarom. Want ja, er zijn ook wel hele goede mannelijke ondernemers. Ja. Maar ik zie ze echt stuk minder dan de vrouwen inderdaad. Ja, klopt. Ik hou van deze doelgroep. Heerlijk. En als I love it. You hate it or love it. I love it. En als je kijkt, hè, want ik ga hem even erbij pakken voor de dames en heren die net aan het inschakelen zijn. Guys, als je nog niet hebt aangemeld, ga nu alsjeblieft naar www.idelmademar.nl/2024-boost. Want wat je daar ziet namelijk, ik ga even schakelen, dat je ziet de 10 top-experts hier allemaal een prachtig mooie masterclass geven van minimaal een half uurtje tot 35 minuten. En Roel, waar heb jij voor gekozen? Wat voor exclusieve masterclass heb jij voor gekozen en waarom? Wat kunnen we van jouw zin hierin? Ja, nou, ik heb eigenlijk de uitdaging ben ik aangegaan om in een half uur mijn kennis te delen. Dat vond ik al een behoorlijke uitdaging op zich. Ja, heel vervelend. Ja, natuurlijk. Maar ik heb het belangrijkste samengevat in deze masterclass. En wat ik eigenlijk leer was om echt een emotionele connectie aan te gaan. En als je kijkt hoe dat brein, hoe jouw brein werkt, hoe je volger naar je post kijkt, is het echt dat je hem echt moet raken in zijn emotie. Daar ligt de impact en daar zit het vermogen om mensen echt te raken, dat ze echt denken van, oh, wie ben jij erbij al die tijd geweest? En dat is wat ik je leer in deze masterclass. Dus niet zozeer mensen raken in hun rationele brein, maar gewoon je moet nu een keuze maken. Maar eerst impact maken en dat doe je door persoonlijk te durven zijn. Maar ook door echt mensen emotioneel te raken, door verhaal te wat echt leuk is om te lezen. En daar heb ik een bepaalde aanpak voor gedefinieerd. En dat heb ik verwerkt in deze masterclass van 35 minuten. Wauw, geweldig. En als de deelnemers uit deze masterclass komen, wat hebben ze zo al geleerd? Welke resultaten geef je ze mee? Wat kan ik naar deze masterclass? Ja, nou kijk, wat ik je leer is eigenlijk een soort van stappenplan. Ik geef je een tip van, goh, hoe kun je nou eigenlijk posts uit je mouw schudden, zeg maar. Want veel mensen vinden het heel moeilijk om überhaupt een post te schrijven. Dus hoe kun je, ik geef eigenlijk de gouden tip, hoe kun je eigenlijk gewoon elke week minstens 3 posts uit je mouw schudden. Maar ook, hoe vertel je nou zo'n verhaal? Hoe ga je te werk? Ik heb daar
Hij heeft best wel een paar gouden tips voor gedeeld. Geweldig. Met het doel dat je volgt inderdaad in eerste instantie denkt van, hey, dit is leuk om te lezen. Dit ga ik eens even lezen, want veel mensen komen zover niet eens. Dat je ook echt kan opvallen op een hele drukke tijdlijn. Dat mensen echt denken bij jouw post van, hey, wauw, dit valt op, dit ga ik eens lezen. Ja. Maar ook dat ze na het lezen dus inderdaad gewoon nog steeds aan je denken. Daar heb ik een bepaalde opzet voor gemaakt. Niet delen in deze masterclass. Oh, geweldig. En als speciaal cadeau heb je ook een e-book wat eigenlijk aan het eind van de masterclass gegeven wordt. Waar gaat je e-book over? Ja, dan kijk, ik heb een techniek ontwikkeld en die heet liefdevol confronteren en shockeren. En dat is ook echt een missie die eigenlijk heel dicht grenst aan de missie die, van de emotionele connectie die ik net uitlegde. Je mag echt wat minder lief zijn op social media. Want dat is wat mensen van je verwachten. En liefdevol confronteren en shockeren gaat over hoe doe je dat eigenlijk. Van goh, hoe weet je nou wat je moet zeggen, wat je moet doen. Want natuurlijk, bijna elke volg op social media die zegt wel tegen je van goh, ja, ik ga er nog even over nadenken. Of als ze zeggen dan, ik ga eerst even vier andere collega's van je spreken die bijna hetzelfde doen. En dan maak ik dan een keuze. Kijk, weet je dat? En wat doe je dan? En wat zeg je dan? En je mag echt wat minder lief zijn door echt te zeggen van, goh, als je dit niet doet, dan zul je daar nooit komen. En dat is wat mensen eigenlijk ook van je verwachten. En aan de ene kant denken veel mensen, ja, maar dan jaag ik al mijn fans weg. Nou, ik zeg dan, ja, die mensen die je wegjaagt, zullen sowieso nooit klant bij je worden. En de mensen die achterblijven, worden nog meer fan van je. Dus dit is echt iets wat je mag gaan doen. En dat heb ik eigenlijk samengevat in een e-book inderdaad, dat je die techniek gewoon eigen kan maken. Dus dat is echt wel heel gaaf. Oh, geweldig. Fantastisch. Dus dames en heren, ik weet niet of je dat nog gehoord hebt. Als je gewoon nu gaat naar www.idelmademar. Even kijken. Ik ga ik ben nu de banner. Yes, hier. Als je naar idelmademar.nl/2024 boost gaat, dan zie je hier alle mooie masterclassen. Dan zie je ook de masterclass van Roel. Het moment dat je bij de masterclass bent geweest, dan kan je hieronder staat. Ga naar het gratis e-book. Je klikt erop, dan kom je op de pagina van het e-book. Dus eigenlijk heeft Idelma het ons ontzettend makkelijk gemaakt door eerst gewoon ons eigenlijk te dwingen om een relatie op te bouwen met onze kijkers. En aan de hand daarvan dan kun je gewoon naar het e-book en een weggever gaan. En als ik dat zie, hè, die combinatie van een masterclass en e-book, wanneer een deelnemer dat heeft gedaan, wat is volgens jou volgende stap voor diegene? Want die heeft inmiddels geleerd hoe die liefdevol confronteerd kan zijn, in zichzelf te positioneren, niet bang zijn voor het verliezen van mailinglijst of fans of wat dan ook. Dus die is iets authentieker, die staat iets steviger in het leven, zou ik bijna kunnen zeggen. Wat is dan de volgende stap? Terwijl ik hier een bericht zie binnenkomen van Elisabeth. Elisabeth zegt, ja, bedankt Roel voor de inspiratie die je nu al deelt. Kijk. Heel graag gedaan, Elisabeth. Super. Ja, dan kijk. Wat ik echt zie, en ik zie zelfs ondernemers die al tonnen verdienen per jaar een bepaalde fout maken. En dat is dat ze stiekem, zonder dat ze het weten, een kloof ontstaat tussen de ondernemer zelf en een klant. En dat gebeurt zonder dat je dat in de gaten hebt. Veel mensen zeggen ook van, ja, maar ik weet precies wie mijn klant al is. En andere mensen zeggen, maar ik weet eigenlijk helemaal niet wie mijn klant al is. Maar, en allebei de situatie dat ze daar een kloof tussen. Dus wat ik ze eigenlijk wil aanraden is, blijf in contact met je klant. En zorg dat je elke week het liefst gewoon 4 of 5 mensen spreekt die nog niet je klant zijn. Maar dat je dus wel gewoon met ze in gesprek gaat. Want die klant die geeft eigenlijk al aan, dus dat is het voorbeeld wat ik ze net al gaf. Ja, maar ga eerst mijn website bouwen. Ja, maar ga eerst maar even een online training maken, weet je wel. Dat zijn dingen die je terugkrijgt van je klant. En dat zorgt ervoor dat je strategie kan aanscherpen, zodat je to the point blijft. En dat die kloof niet gaat ontstaan. Dus het is belangrijk dat je niet in je ivoren toren blijft zitten. Want vanuit je ivoren toren ga je alleen maar infotainment doen. En dan gaan mensen zeggen van, ja, dit gaat niet over mij. Ik voel me niet aangesproken. En ik wil juist dat mensen zich aangesproken voelen door wat ik schrijf. En dat kan niet als ik niet met ze in contact ga. Dus dat is wat ik samen met mijn partner Sandra doe. Samen met mijn vrouw en ik Skills Online. Geweldig. Samen zijn we dus ook elke week in contact met die mensen. We voeren gesprekken met mensen, ook die naar mijn webinar hebben gekeken. Bijvoorbeeld of mensen op een meninglijst staan. Dat is eigenlijk wat ik doe. En doordat ik echt dat hechte contact met de klant aanhoud, weet ik ook precies wat er speelt. En weet ik ook precies of mijn webinar moet aanpassen, of een bepaalde blog moet schrijven. Ben ik to the point. En veel ondernemers vergeten dat. Die denken van, ja, ik ben zo druk bezig met van alles en nog wat, dat ze eigenlijk vergeten dat die kloof stiekem een goede is. En daarna zeggen ze van, ja, maar mijn post doet niks. Hoe kan dat? Ja, omdat je vanuit je ivoren toren aan het ondernemen bent. En je mag veel meer in contact blijven staan met je volgers.
En zonder meteen 3000 euro te willen ontvangen, zeg maar. Maar ja. Puur echt het gesprek aangaan met mensen die inderdaad bereid zijn om te kopen. 3-5%. Maar ook mensen die inderdaad gewoon nieuwsgierig zijn. En kijken, wat verwachten ze nou van mij? En wat speelt nou eigenlijk echt? Ja. En dan is het misschien wel een nog meer gouden tip, zeg maar. Wow. Dat je dat echt blijft doen. Mooi, mooi, mooi. Je ziet hier de derde man hier binnenkomen, dames en heren. We hebben 3 mannen. Het is echt unicum. Hier heb je Boudewijn die zegt, ja, kijk, 2 toppers bij elkaar. Goede mensen die een stap verder kunnen helpen. Ja, dankjewel, Boudewijn. Ja, ik ben Boudewijn al een tijdje inderdaad. Ja, leuk hè, dat je reageert, Boudewijn. Ja, goed dat je er bent. En ik zag toevallig iets op mijn telefoon. Toen dacht ik, hé, hij komt hier niet overeen. Dus lieve Luca Tempel. Ik zie wel dat je op LinkedIn je bericht hebt achtergelaten. Maar ergens komt hij die chat niet bij mij binnen. Dus lieve Luca heeft er gereageerd of die heeft gezegd, ja, wij vrouwen zijn sterker. Dat was een reactie van 2 minuten geleden. En daarnaast zou hij naar je gouden tips, zei hij, ja, dat gouden tips, dat kan ik zeker beamen. Ik heb veel connecties gekregen met Roel zijn begeleiding. Dus dankjewel, Luca Tempel. Ja. Alleen ik kan je hier niet schakelen, want ik zag in één keer op mijn telefoon, ik zeg, hé, er komt bericht binnen, maar ik zie het normaal gesproken in de studio aan de chat. Het is grappig dat je dat vertelt, dat Luca is namelijk klant van mij geweest. En ik moet zeggen, Luca vond het in het begin heel spannend om je überhaupt echt verhalen te vertellen. En als je ziet dat ze nu echt de meest prachtige verhalen vertelt, daar ben ik eigenlijk wel heel trots op. Dat is wel een van mijn klanten waarvan ik echt trots ben op het resultaat wat ze heeft neergezet, absoluut. Oh, geweldig. En kijk, we krijgen meteen, ik heb meteen ruzie met mijn fantastische cliënt. Zeg, ja, hallo, met mij overstaan als de mannen er zijn, dan de vrouwen vergeten. Ja, lieve Elisabeth, we vergeten jou nooit. Je staat boven alles verheven. Je bent al de profeet, dus nee, don't worry. Het was meer omdat Boudewijn net binnenkwam. En dat gebeurt bij mij niet zo heel vaak binnen dat ik echt met alleen maar mannen, zeg maar, hier mag communiceren. Dus don't worry. Komt helemaal goed. Don't worry. En zoals ik zei net, als jullie vragen hebben aan Roel, direct laat me weten. Want ik hou zowel mijn telefoon in de gaten als ik een extra lijntje hier heb openstaan richting de live op LinkedIn. Want ik heb geen idee waarom Luca niet zichtbaar was. Maar don't worry. Als je reageert, ik heb beide pagina's naast elkaar staan. Dus dat is geen enkel probleem. Om even door te gaan, hè, met het verhaal wat je benoemd hebt, maar dan iets meer persoonlijk naar jou toe, want je zei, ja, ik ben open boek, ik heb een persoon. Wil je ons iets meenemen voordat we richting afsluiting, kaarten trekken, richting nog meer leuke cadeautjes gaan? Vertellen, hoe zie jij de toekomst voor jezelf, voor je bedrijf? Wat is je toekomstbeeld? Want volgens mij ben je een visionair, volgens mij ben je ontzettend ambitieus, volgens mij ben je een harde werker, dus ik kan me heel goed voorstellen, ik ben altijd met dit soort geweldige experts, wil ik altijd pick the brains doen, dus hoe ziet de toekomst voor jou uit? Hoe zie je jezelf voor aankomende jaren verschijnen, Roel? Ja, ik heb grote plannen, moet ik zeggen, maar ik moet eerlijk zijn, ik doe het niet in mijn eentje, ik doe het samen met mijn vrouw, en mijn vrouw heeft dat niet. Yeah, Sandra, goed zo. Sandra, absoluut. Heel Sandra, absoluut. Ze heeft er nu toe veel op de achtergrond gezeten. Maar ze gaat echt naast me staan in plaats van achter me staan. We doen het al heel lang samen. Mooi. Dus volgend jaar wil ik eigenlijk ook toewerken naar mijn eigen event. Ik wil ook meer gaan spreken. Meer op podiums gaan staan. Ik heb dit jaar met name gewerkt aan webinars optimaliseren. Vaste klantenstroom. Nou, dat zit allemaal prima uit. En het volgend jaar wil ik inderdaad Sandra meer naar voren schuiven. Zij is heel erg goed in sales, in plannen, in social media en alles wat ermee te maken heeft. En mijn klanten zeggen allemaal, ik wil ook een Sandra. Dus aan de andere kant gaat zij meer naar voren schuiven. En aan de andere kant wil ik inderdaad gewoon blijven groeien en mijn eigen events geven. Veel meer op podiums gaan staan, spreekklussen gaan doen, zulke dingen. En daar heb ik gewoon echt enorm veel zin in. Oh, wat geweldig. Ik weet niet of dat horen. Dat spreekt wat ambitie uit. Ja, geweldig. Het is echt superleuk om te horen. En er kwam een kijkersvraag binnen net. Via Facebook van een van de groepen. Die zei van, ja, weet je, wacht even. Voordat ik dat ga vertellen. Ja, kijk, dit is leuk. Hier is Sandra, dames en heren. Kijk, dit is leuk om te zien. Ja, echt superleuk. Een geschenk om het samen met Roel te mogen doen. Wacht even, ik maak hier even een screenshot. Want het is leuk. Ik zeg altijd, Ik ben bijna van bloot. Kijk, zo. Achter ieder sterk koppel staat een geweldige vrouw om dat koppel gewoon lekker energiek gewoon niet te gaan zetten. Dus absoluut herkenbaar. Mooi. Absoluut. Mooi, fijn dat je erbij bent, Sandra. En ik heb gehoord dat je veel meer zichtbaar gaat worden. Dus ja, dit wordt jullie jaar, jullie beste jaar ooit. En Boudewijn zegt, ja, dat is echt een topper hoor. Kijk, goed zo. Heel goed. Mooie reacties. En ik zie volgens mij hier weer van
Van Luca, die zegt, ja, altijd met elkaar in gesprek blijven. Dat is een fantastische tip. Even kijken of ik nog wat gemist heb. Yes, wij vrouwen zijn sterker. Nou, die heb ik al verteld. Dus wat ik je wilde vragen... Sandra zegt, ja, zeker. Wat ik je wilde vragen, Roel. Als jij nou een $1 million tip had. Als jij nou een tip had dat je zegt van, als ze dit vandaag... Wanneer de luisteraars, de kijkers, de live-kijkers en de herhalingkijkers... deze actie, deze tactiek of deze strategie vandaag gaan implementeren, dan hebben ze meteen resultaat. Wat zou jouw antwoord zijn? Want dat krijg ik heel vaak van mensen te horen van, ja, ik hoor heel veel strategieën en heel veel dingen die moeilijk, maar wat kan ik vandaag doen waarvan het gewoon het meeste verschil gaat maken in mijn business en in mijn leven? Ja, nou kijk, ik moet kijken hoe ik dat heel simpel verwoord, dan ben ik een half uur aan het praten. Neem je tijd, geen probleem. Wat ik van mensen veel hoor zeggen, ik heb het zo ontzettend druk. En ik vind het eigenlijk een beetje een denkfout, want als je zegt, ik heb het te druk, dan sta je eigenlijk met je volledige gewicht op het rempedaal. En dat vind ik zo zonde. Wat veel mensen mogen realiseren, is dat je kan eigenlijk alleen maar groeien en eigenlijk enorme winst gaan boeken het komend jaar, 2024, als je beseft dat elke ondernemer stiekem bezig is met dingen waar hij eigenlijk helemaal niet zo goed in is. En wat heel veel tijd kost en ook frustratie kost. En eigenlijk ook geld. En dat blijven ze doen, want dan zeggen ze tegen mij, ja, maar een virtual assistant inhuren of een training aanschaffen of wat dan ook, dat kost zoveel geld. Maar ja, het is echt een denkfout, want als je blijft doen wat jou veel frustratie kost en veel tijd kost in de hoop om geld te besparen, dan ga je niet groeien. En ik heb eerder zoiets van, goh, zorg gewoon dat je desnoods voor 2 uur de week een virtual assistant inhuurt, of wat dan ook. Want in die 2 uur dat jou bespaart, en je kan gaan netwerken, en je kan een webinar geven, of je kan zichtbaar zijn, en et cetera. Dat levert je al meteen veel meer omzet op. En ik merk dat veel mensen een beetje bang zijn om te investeren, om een beetje kip en het ei verhaal, hè. Dan zeggen ze, ja, maar je moet eerst het geld hebben om te kunnen investeren. Ja, maar goed, dan krijg je het geld. Om geld te kunnen vangen, zeg maar. Om te kunnen omzet te kunnen draaien. En als je alleen maar bezig blijft met dingen die heel veel tijd kosten en frustratie kosten. Dus ik heb nog steeds bij klanten tegenkomen die nog een Word handmatig factuurtje schrijven, bijvoorbeeld. Denk van, God, ga liever op een podium staan en schaf gewoon een Moneybird systeem aan of wat dan ook. En laat je VA dat beheren. En ga gewoon op een podium staan en ga het doen. Maar ga alsjeblieft niet zelf in Word factuurtjes lopen schrijven. Een beetje dat, hè. En dat kom ik vaak nog tegen. Dus wees niet bang om te investeren. Ga het gewoon doen. Een business coach of een training of een virtual assistant. En zorg gewoon dat je zuur of diende tijd alleen maar bezig blijft met dingen waar je echt goed in bent. En waar je blij van wordt. Kijk. Ah, en dan gaat je bedrijf stromen. Absoluut. Mooi, mooi, mooi. En Luca zegt in het volgende scherm, zegt hij, rebel zijn, blijf je unieke zelf en zorg ervoor dat je daarmee doorgaat. Mooi, 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 mooi. Sorry Luca, nogmaals, het komt hier niet bij mij binnen, dus ik moet even met 2 schermen werken. Fantastisch, dankjewel Roel, voor deze prachtig mooie $1 million tip. En nu gaan we naar een item wat we hebben richting het einde van onze uitzending, dat heet... Het heet dan de Blessing of the Day. Iedere dag trek ik gewoon een kaartje. Dus zometeen ga ik hem zo verspreiden, Roel. Dan het moment dat je ho zegt, dan pak ik de kaart eroverheen, oké? Oké, goed. Here we go. The Blessing of the Day. Oh. Oké, dan. Benieuwd. Even kijken of ik hem goed hou. Je ziet, ja, oh kijk, bijna dezelfde kleur ook. Jij mag hem voorlezen. Even kijken hoe het kan zien. What lies behind us and what lies before us are timing matters compared to what lies within us. Nou, die past wel heel erg goed bij me, moet ik zeggen, inderdaad. Ja. Wauw, wat een mooie. Past precies met je achtergrond, volgens mij. Als ik zo'n Handeling begint in jezelf. En ook als je succesvol zijn in marketing, dat komt echt van binnen, vanuit je gevoel. Yes. Vanuit je emotie, want daar leg je een persoonlijke band bij. Dus dat vind ik wel heel mooi. Dat past heel goed bij me. Prachtig, prachtig. Dan deze kaarten. Bij deze voor vandaag, dames en Blessing of the Day. Mochten jullie by the way deze prachtig mooie inspiratiekaarten willen hebben, check mixmediavan.nl. Check it out, want dat is namelijk een product van mijn vrouw. Die werkt met inspiratiekaarten. Check mixmediavan.nl. Ze heeft een prachtig mooie aanbieding, kerstaanbieding. In plaats van €60 is het nu voor slechts €22,62. Mooie kaarten. Er komen 2 prachtig mooie kerstkaarten erbij. Ik moest dit al
allemaal vertellen, dat begrijp je ook. Met een prachtig mooi cadeaupapier erbij. En wat ik heel mooi vind, is niet alleen maar inspiratiekaarten, er zit ook een verpakking plus een klein boekje waar zeg maar de uitleg van de kaart erbij staat. Dus check it out, een prachtig mooie kerstaanbieding. In plaats van wat ik zei, het €59, voor slechts €22, guys, kan je deze prachtig mooie inspiratiekaarten met onder andere deze mooie kaart die Roel net trok. Let's see. Yes. Even kijken. Elisabeth zegt. Wat zegt Elisabeth? Elisabeth zegt. Yes. Mooi Roel dat je vrouw Sandra in beeld zet en je waardering uitspreekt voor haar bijdrage aan jullie gezamenlijk succes. Absoluut. Kijk, dat zijn mooie woorden. Absoluut. En Boudewijn zegt. Ja, dankjewel weer voor een inspirerende start van de dag. Nou, te gek dat je erbij was. Bij Ben Boudewijn. Dankjewel. En als er nou één woord ter afsluiting is. Want we gaan richting de afsluiting. Inmiddels zijn we lekker bezig. Als één woord ter afsluiting is, Roel, wat zou je mensen vandaag aanbevelen? Behalve dat ik ze aanbevel, ga naar idelmadelmar.nl/2024-boost. Dat weten jullie inmiddels al. Wat zou je afsluitende woorden zijn? Ga je gang. Nou, maak het persoonlijk. Maak marketing persoonlijk en probeer niet meteen als een spammer of als een stalker achter die klant aan te rennen. Zo, maar maak het persoonlijk en heb een beetje geduld. Want dat levert uiteindelijk veel meer klanten op. Maak het vooral persoonlijk. En niet een keukenleverancier die met een contract en een pen achter die klanten aanrent. Maar hou het persoonlijk en heb een beetje geduld. Oh, heerlijk. Nou, fantastisch, fantastisch, fantastisch. Dankjewel, lieve Roel. Dankjewel dat je hier wilde zijn. Dat je je mega schema tijd voor ons hebt gemaakt. Het is echt ontzettend genoeg om met je te spreken. Je weet, straks ga ik over je roddel om 1 uur. Want dan spreek ik een gezamenlijke relatie van ons. Dankjewel dat je erbij was. Dankjewel voor je wijsheid, voor je kennis, voor alles wat je met ons hebt willen delen. Dat we op deze manier kennis met elkaar maken. Ik hoop je gauw op je live event te zien. Dus anytime bij deze. Ik schrijf me in voor je live event, wanneer het ook is. Dus ik kom je graag. Dan houd je wel aan. No problem. Geen probleem. Ik bemoei me altijd met de live event van mensen om mij. Dus no problem. Thanks a lot dat je er was. En voor iedereen die gekeken heeft, ik heb blijven zeggen. Ga naar idelmadelmar.nl/2024-boost. Dan krijg je van mij, van Roel, van nog 8 andere top-experts. Prachtig mooie masterclasses plus een extra cadeau. Het is tot en met aanstaande vrijdag tot overmorgen beschikbaar. Ik beveel je van harte aan. En ik wil iedereen die live online is geweest. Lieve Elisabeth, lieve Sandra, lieve Boudewijn, lieve... Even kijken, wie was er nog meer? Ja, natuurlijk, lieve... Wacht even, waar was ze nou? Ze was hier net nog. Ja, lieve Luca en iedereen die in herhaling gaat kijken of straks gaat kijken. Thanks a lot dat jullie erbij waren. Het is me waar genoegen. Te gek dat jullie erbij waren bij deze 826e aflevering. Roel, nogmaals, heel veel succes. Ik zie je helemaal verschijnen op prachtig mooie podia. En als ik daarmee mag helpen bij deze. We zijn meer dan een relatievriend met elkaar geworden. Dus wees welkom. En iedereen wens jullie een prachtig mooie woensdag. Morgenochtend om 10 uur ben ik er weer. Met alweer een volgende uitzending. Het is een verrassing, dames en heren. En ik heb een aankondiging te doen vandaag. Ik heb het net gehoord dat ik voor het eerst in al dat 3 jaar wat ik iedere dag om 10 uur live ga. Ga ik op zondagochtend, ja, aanstaande zondagochtend om 10 uur live met een andere expert, namelijk Sharida. Sharida kan eindelijk tijd inplannen in haar agenda. Dus ik heb het net doorgekregen. Dan ga ik zondag open. Dan weten jullie dat we ook aanstaande zondag om 10 uur aanwezig zijn. Nogmaals, iedereen bedankt. Thanks dat jullie erbij waren. Maak er een prachtige mooie dag van. En ik zie jullie morgen 10 uur. En Roel, dankjewel again. Super thanks. Talk to you later. Hoi hoi. Dankjewel voor het luisteren naar mijn live show. Geweldig. Wil je een keertje nou live bij mijn live show aanwezig zijn? Dat kan. Elke dag om 10 uur ben je van harte welkom via LinkedIn Live, Facebook Live of YouTube Live. Je vindt me als je mijn naam intipt in de zoekbalk op LinkedIn, Facebook of YouTube. Ben je nou erg leergierig? Wil je nu je business laten accelereren? Download dan nu helemaal gratis mijn e-book met de allerbeste 100 social selling tips op www.dailybusinessboost.nl. Zoals ik altijd zeg, wij zijn ondernemers. Wij zijn de kracht van de economie. Maak het verschil, iedere dag, iedere uur. En tot de volgende keer. Ja, dankjewel iedereen. Maak er een prachtig mooie dag van. En ik zie jullie morgen om 10 uur sharp. Same place, same time. Dankjewel, groetjes. Doei.